Ja, die VVD. Oh, heb je dat gevolgd de laatste tijd? Ja, er is een beetje herrie binnen de VVD. Want dan hebben ze dus een dorp in Drenthe, Tinalo. En daar zijn de VVD'ers, die zijn zeg maar uit de VVD gestapt. Die willen het niet meer, want die hebben er geen zin in dat de VVD samenwerkt met de PVV. Daar gaat het allemaal om. En dan heb je dus nog een hele behoorlijke linkse vleugel binnen die VVD. En die hebben met elkaar een soort van petitietje opgesteld en handtekeningen verzameld, ruim 1500 hoor, ja. Die allemaal zeggen van, we willen eigenlijk niet dat er wordt samengewerkt met de PVV. Dat is het dan. Ha! Ja, is dat niet te geloven? Die hele club, zeg maar de linkerhelft van de VVD. Trouwens, die VVD blijkt dus gewoon linkser te zijn dan wij ooit hebben gedacht. Maar die hele linkse beweging binnen die VVD, die hebben we de afgelopen jaren, bij al dat geblunder, daar hebben we ze bijna niet gehoord. Nee, toen waren er geen petities. Nee, tegen falend immigratiebeleid of tegen een gedoe met die toeslagenaffaire of een liegende Rutte. Daar hebben we ze allemaal niet gehoord. Maar nu, dit kabinet heeft nog niets gedaan. Dit kabinet heeft, ze hebben nog helemaal geen beleid gehad. En nu al op voorhand begint deze linkerclub, die begint al te piepen tegen de PVV. Ja, zeg. En dat gaat allemaal onder het kopje de nieuwe VVD. Dat willen ze. Ze willen een nieuwe, meer liberale VVD. Ja, nou, die Wilders, hè, die moet zich hier enorm aan ergeren en storen. Dat kan gewoon niet anders. Ja. En laat al die linkse VVD'ers anders lekker naar D66 gaan. He? Ga lekker je gang daar. Ga lekker links zitten wezen. Nee, nee, ga binnen de VVD lopen zeuren. En eigenlijk, maar die Wilders, die gaat binnenkort gewoon een keer tegen ze zeggen. Nou ja, jongens, als jullie nou zo nodig een nieuwe VVD...